Het is toch te zot voor woorden. Het is toch triest om vanmorgen te zien dat de gehandicapten voor de zoveelste keer de mensen met een beperking, ja, dankjewel voor de correctie, op de stoep van DNA en wachten op de president. Wanneer vanmorgen die doelgroep weer daar staat, is dat geen schenden van rechten van de personen. Ik heb me diep geschaamd als Surinamer om aan te horen van de voorzitter dat ze een schrijven hebben gericht aan de premier van Barbados, mevrouw Motley, om hun beklag te doen. Wauw, waar gaan we? Ons soeverein Suriname, voorzitter. En wij doen een dringend beroep op UVP dat uiteindelijk eens en voor altijd de rechtspositie van de mensen met een speciale hulpvraag geregeld wordt. Een hele belangrijke is, voorzitter, dat de mensen als vanaf aantreden van deze regering hebben aangegeven, zeker de mensen met een zichtbare beperking, dat ze nog al te vaak een doktersverklaring moeten gaan opvragen. En ik ga u eerlijk zeggen, tijdens de vorige regering hadden wij dit weggeschrapt. Weggeschrapt om de mensen met een speciale hulpvraag tegemoet te komen. De mensen hebben het niet makkelijk en een doktersverklaring krijgen ze niet gratis, voorzitter. Ze betalen er keihard voor. En met een uitkering van 2500 SED. En dan moet je rekenen dat ze nog taxi moeten betalen. En nog eens een keertje 400 SED moeten betalen voor een doktersverklaring. En dan nemen we de artsen niet kwalijk, omdat de artsen bij de vorige regering afspraken hadden, comité van artsen, dat ze geen doktersverklaring zouden verstrekken aan de mensen met een zichtbare beperking. Voor zij die het nu weten, mensen met een zichtbare beperking, dat want taki, teushi a cliënt e wakakong, yeshi taka ap yepi van nodig voor a samenleving, yeshi a... De regering heeft een beleid ontwikkeld om deze met precies wat ze zegt. En als het zo is dat die mensen niet geholpen worden, dat we woensdag in de vergadering, ik mag u beloven, dat we hierover gaan praten. En dat we kunnen geen grauw maken met mensen met een beperking. Die mensen kunnen zichzelf niet helpen. Dat betekent dat de zorg van de staat heel goed moet zijn naar deze mensen toe. En ik ga woensdag, ik zie de minister niet hier, van sociale zaken, maar in ieder geval hebben we ook al in de regeringsvergadering samen met de president een besluit genomen dat deze mensen niet aan hun lot moeten worden overgelaten. Dus uw vraag heeft mijn aandacht en ik ga woensdag hierover praten. Dus als ik naar de begroting kijk, is er genoeg geld gereserveerd, maar het ligt nu in de uitvoering. En het is jammer dat deze mensen steeds actie moeten voeren om daaraan te komen. Ik hoop via u, voorzitter, dat de regering bij monden van de VP deze belofte heeft gedaan en dat waarmaakt. Dat zullen we met elkaar volgen. Dank u wel.